Yo gasten van het Gameportaal, mijn naam is Rodat en vandaag is het weer tijd voor een gloednieuwe video van mij en van deze hier. We spelen vandaag Akinator. De vorige keer deed ik blijkbaar heel erg goed. Ik had Akinator heel vaak verslagen. Hij kijkt nu heel erg trots. En ik mag hem niet. Mag jij hem? Nee, ik mag hem niet. En we gaan vandaag hier verschillende soorten mensen opzoeken. Ik heb er zin in. Geen natuurlijk niet op een duimpje omhoog te smashen. En dan gaan we nu meteen beginnen. En ik weet niet wie we gaan zoeken. Pepper van Lego Island 2. Dat is wel een leuke. Wilbert zegt dat we Pepper van Lego Island 2 moeten zoeken. Dat wordt een moeilijke voor hem. Maar hij kijkt me heel erg trots. Dus dat betekent dat het voor hem best wel simpel gaat worden. Oké, is je personage echt nee? Heet je personage haar? Hij heeft haar, hij is Ginger. Ja, maar het is deel van zijn Lego hoofd. Het is haar, het is haar, het is haar, het is haar. Oké, there we go. Heeft je personage haar? Ja, 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 ja. Kut, ik heb op nee geklikt. Draagt je personage schoenen? Draagt Pepper schoenen? Ja, jawel. Nee, ik zoek Google. Zie je, hij draagt hier gewoon schoenen, man. Dit zijn schoenen. Dat zijn geen schoenen. Ik vind schoenen. Prima. Komt dit personage uit een tv-serie? Nope. Is je personage beroemd dankzij je film? Nee. Heeft je personage iets te maken met schietspelletjes? Je kunt pizza's gooien. Vecht je personage met een zwaard? Hij heeft gevochten met een zwaard. Ja, in die middeleeuwen. Ja, in de middeleeuwen. We zeggen waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Heeft je personage iets te maken met Minecraft? Nope. Draagt je personage een hoofddeksel? Ja. Ja, een pet. Die gozer denkt echt, ik moet poepen houden. Is je personage gelinkt met Nintendo? Nee. Heb je controle over je personage? Ja. Heeft je personage... Hij is er ook best trots op. Nee. Werd je personage ooit genomen voor Oscars? Nee. Wie de fuck is dit? Het is van Assassin's Creed. Nee. Staat Pepper in van Lego Island? Pepper. Pepper pornoactrice. We gaan op zoek naar Parel van SpongeBob. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, is je personage van het vrouwelijk geslacht? Ja. Leef je personage in hetzelfde land als jij? Nee. Nee, mag niet open. Is je personage blond? Ja. Is je personage uit een tv-serie? Ja. Hij kijkt al moeilijk, hè? Ja? Speelt ze in Sam & Cat? What the fuck is Sam & Cat? Geef me even space. Nee, ze speelt niet in Sam & Cat. Bent je personage geboren in een bekende familie? Krap. Nee. Leef je personage onder water? Oké, we komen dichterbij. We komen. Zijn zelfvertrouwen komt terug. Ja. Is zijn personage grijs? Ja. Jawel, jawel, inderdaad. Turn down for what? Ik weet het moeilijke, die gaat hij niet kennen. Die gaat hij niet kennen. Gaan op zoek naar Gijs. Op zoek naar G-Typo. Is je personage van het vrouwgeslacht? Ja. Hij denkt meteen zo van, ik ga het weten. Personage van het vrouw? Nee. Is je personage afkomstig uit Nederland? Ja. Is je personage momenteel ouder dan 30 jaar? Nee. Ja, hij is bekend van YouTube. Speelt je personage Minecraft? Heeft Gijs Minecraft gespeeld? Ja. Heeft je personage een bekende broer? Nee. Is je personage bekend in de jazzwereld? Nope. Heeft je personage een kat? Hij heeft een kat, ja. Heeft je personage een bril? Ja, hij heeft het door. Zie ze smiegt het glaagje maar weer. Komt er, hij komt. Heeft je personage een ziekte? Dat wordt opbellen. Oh, 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 oh. Verdomme Gijs, nee, maar Gijs heeft geen ziekte. Is je personage dik? Ja. Nee. Bent je personage bekend door het internet? Ja. Alweer, ja. Is je personage blond? Ja, we komen weer dichtbij. Draag je personage blond? Dat heb je net ook gesteld. Is je personage bekend? Ja. Ja. Is je personage een Nederlandse YouTuber? Ja, hij komt dichtbij. Ik zie het weer en ze smiegt de klacht. Wie de fuck is dit? De Mika Gaming Lord. Is hij van DDG? Oh, we komen dichtbij. High five. Is je personage een Nederlandse YouTube-gamer? Ja. Ja. Yes! Ik heb een leuke, ik heb een leuke. Ik Ligt heb mij een leuke. Bij. Zoals de oude Hawaiianen ze altijd zeiden. Wie wordt het? Hoe heet hij ook alweer? Oh, ik weet niet hoe die heet. Hoe heet hij ook alweer? We gaan op zoek naar Tito! Tito, dat was het. Tito van Rocket Power. Oké, woont je personage in Nederland? Nee. Nee. Is je personage een mens? Ja. Hij is niet van het vrouwelijk geslacht. Deze personage onder water? Nee. Nee. Hier heeft hij over nagedacht, deze man. Van, het is niemand, het is niks. Is de moeder van je personage nog in leven? Weet ik niet. Is je personage speelgoed? Nee. Ja. Ja, 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 we komen dicht. Hij weet het al. Hij ligt Google in. Deze dat man heeft het door. Ja. Hij kijkt als een blobvis. Noor Wilbert, we gaan op zoek naar Samsung. Deze gaat hij wel raden. Woont je personage in Nederland? Nee. Staat je personage echt? Ja. Technisch gezien wel. Is je personage een meisje? Nee. Heet je personage een gamecard? Samsung Gaming. Noor, welke bij Minecraft fijn van aflevering 303. Is je personage het gelinkt met de televisie? Ja. Nee. Het heeft geen harenkamp. Is je personage een Belg? Ja. Maak je personage deel uit van een duo? Hij weet het. Hij weet het. Hij zit te fluiten. Praat je personage... Oké, nu weet hij het. Ja, hij heeft wel geraden. Applaus.
applausje. Probeer jij Samson naast te doen. Zo klinkt het niet eens. De winnaar van deze Akhenaten aflevering is Akhenaten.